Nou, dan zijn we nu live, dacht ik zo. Ik kan het niet controleren, maar als de techniek ons niet in de steek laat, zeg maar, en er komen zometeen wat dingen binnen, dan moeten we daar maar op reageren, zou ik zeggen. Ja, ik zie op jouw pagina niks staan. Ja, niet op mijn pagina, op mijn homeprofiel, hè? Ja, met die paarse blouse. Nee, die juist niet. Oh, die juist niet. Dat is de pagina. Die andere, goed op mijn persoonlijke profiel. Oh, er kijken al 8 mensen. Ja, hebben we eens. Ja. Ik weet niet of daar een vertraging op zit, maar dat maakt er niet uit. We worden ook een dagje ouder, dus dan kan best zijn dat een beetje... Ja, voor mij zit er wel een dikke vertraging in. Nou ja, het aantal mensen zit al op 17, dus we moeten maar iets zinnigs gaan zeggen, langzamerhand. Ja, nou, laten we al beginnen dan. Goed zo. Nou, dit is even de eerste keer dat we het op deze manier doen. Zo met zo'n, maar als dat bevalt, dan ik zie dat ik zelf 3 mensen, dan nog 2 extra mensen erbij kan hebben. Dus, welkom Robert Boerman. Goeiedag. Dag. Uit de warme oosterse gebieden van Nederland. Ja, de warme Achterhoek. Dat kan ik wel zeggen, ja. En we hebben gisteren, heb ik gezegd van, of aangekondigd dat de documentaire over de steencirkels gepubliceerd is gedaan. En eigenlijk is het gisteravond niet gelukt om daar direct even op te reageren met de mensen. En toen hebben we gezegd, nou ja, laten we dat dan een dag later doen. Voor de mensen die de film of de documentaire gekeken hebben, vragen hebben, opmerkingen, misschien suggesties. Maar goed, ik geef jou even het woord. Je bent in Afrika geweest. Vertel even kort hoe je daartoe bent gekomen om helemaal naar Afrika te reizen voor een paar stenen. En, ja. En wat zoal de indrukken zijn. Dan hou ik even mijn mond. Ja, nou, dat is eigenlijk wel een beetje een raar verhaal. Het was geloof ik in 2013 of 2014... dat ik al eens een keer een uitnodiging had gekregen van een van de conferenties. Ook een Michael Tellingen spreken over die Zuid-Afrikaanse steencirkels. Ik kon toen niet, ik heb toen niet mee kunnen doen met die conferentie. Is iets van blijven hangen. En een jaar, anderhalf jaar later, of zo, het was wel ergens in 2014, begin of zo, ik weet niet, 2013, 2014, ik weet niet precies, maar doet er ook niet toe. Toen ben ik een gegeven moment die steencirkels weer tegengekomen. Zeg, wat weet jij van al die steencirkels daar? Dus dan ga je eens even kijken en denk je, potverdikking zeg. Kijk, als je er een keer 10 hebt liggen, of 20, of 30, of 100. Maar duizenden, op echt over een lengte van 160 kilometer, alleen maar steencirkels. Dan heb je zoiets van, what the fuck, weet je wel? Wat is daar aan de hand? Hoe kan dat? Wie heeft dat gemaakt? Ja, dan ga je eens een beetje kijken, je gaat onderzoek doen, je gaat op internet kijken wat er allemaal aan de hand is. Wie erover geschreven heeft, wat voor onderzoek al gedaan is. En dan kom je eigenlijk zoiets van, het was toen in 2014 geloof ik. Nou, ik was Nederland even helemaal zat. Ik had de buik vol van het land hier. Ja, nog steeds eigenlijk een beetje, maar goed. En toen hadden we in de gelegenheid zoiets van, we konden daar aan een community development ontwikkelingsproject meedoen. En ik had zoiets van, nou, met mijn kennis, met mijn vrije energie en alles wat ik gedaan heb. Ik wil graag mijn kennis gewoon beschikbaar stellen aan die mensen daar. Nou, toen hebben we dus alles hier opgezet, vliegtuig gepakt. En naar Zuid-Afrika afgereisd. Daar zat het in het begin allemaal een klein beetje tegen. Tot het moment dat ik geloof ik in januari 2015 kom ik Johan Heijnen tegen. Of die liep ik dit live. Want via ben ik tegengekomen. En toen zei ik tegen Johan, ik zeg, hoe zit dat met al die steencirkels hier? Want hij heeft er heel veel onderzoek naar gedaan. En dan zegt hij van, ik zoek eigenlijk nog een manager voor de Makomati Foundation. Die zeg maar het hele spulletje op wil pakken hier. Ik heb zoiets van, wauw. Nou, wauw, weet je wel. Dat zie ik wel zitten, want dat was echt een gebied van, ik weet niet hoeveel vierkante kilometer groot. En er lagen zeker 50 tot 100 steencirkels. En dat was dan de bedoeling dat we daar, zeg maar, de steencirkels vrij, met een team van 20 man had ik dan. Die zouden dan de steencirkels vrij houden, want onkruid, dat staat zo'n beetje nou ongeveer, zeg maar zo hoog. Om dat vrij te houden, toeristenpaden maken, reclame maken, onderzoek, echt keihard wetenschappelijk onderzoek. Maar ook een team van zeg maar, de grenswetenschappers, de exotische onderzoekers, zeg maar. Echt een heel goed plan gemaakt. En alles uitgewerkt, website, onderzoek gedaan, uitgewiegeld, heel veel gedaan toen.
Alleen één nadeel, het schiet in Zuid-Afrika niet zoveel op. Wat wij hier gewend zijn in een uur te doen, duurt daar minimaal een maand. Eigenlijk heb. Dus het was toen, ik ben toen in januari begonnen met alles uitwerken, met de routes. We hebben toen al die steencirkelroutes gemaakt, alles onderzocht, wat er uitgewerkt, website gemaakt, reclame gemaakt. En toen wouden we een pand huren, dat was in januari. Nou, en dat was januari, februari, maart, april. Nou, toen ben ik gelukkig naar huis gegaan met mijn zoon. Ik had zoiets van, dat schiet daar niet op. En uiteindelijk was het na 5 maanden, hadden ze een keer het huurcontract rond van het bedrijfspand. Dus mogelijkheden genoeg aan Afrika, alleen ja, het schoot niet op. Dus dat is even heel, heel kort het verhaal, zeg maar, hoe ik daar terecht ben gekomen. En nou ja, de documentaire is eigenlijk een beetje van wat ik in de afgelopen jaren een beetje boven water heb weten te halen. Wat mijn visie ongeveer mogelijk zou kunnen zijn, zeg maar. Want ik stel even een vraag, want jij zegt het zijn duizenden cirkels. Bedoel je daarmee een cirkel of een formatie? Ja, formatie. Het zijn eigenlijk niet gewoon, zeg maar, als je een graancirkel en een ronde graancirkel hebt. Maar het zijn eigenlijk, ik zou tegen de mensen zeggen, zoek even op internet. Of ja, die hebt de documentaire wel gezien misschien dan. Maar het is eigenlijk allemaal verschillend van vorm, allemaal verschillend van grootte, afmetingen, steensoorten. Ik heb 2 verschillende steensoorten gezien. Mogelijk dat er wel meer steensoorten zijn, maar echt, het is... Ik heb toen een tijd, toen ik te pas zat, heeft toen ook Bart van Tongelo, die heeft een documentaire gemaakt, Live in Circles, ook over de steencirkels, daar heb ik ook aan meegewerkt. Die kwam daar ook voor het eerst, die had echt zoiets van... Onvoorstelbaar, als je dat op een plaatje ziet en op een video, wat dan ook in Afrika, dan zeg je oké, een paar steencirkels, maar als je er echt daadwerkelijk in staat en je ziet het, Het is niet voor te stellen. Het is gewoon niet voor te stellen dat er gimmick al die duizenden steencirkels door vrouwen en kinderen gebouwd zijn tussen 1500 en 1850 ergens, volgens de wetenschap. Er zouden koningstammen zijn geweest. Sorry, koningstammen? De koning. Oh, de koning, oké. Ja. Ja. Die zou dat vanaf, ik dacht 1600 tot 1850, zouden die dat gebouwd hebben. Maar oké, maar stel, je hebt de hele dag niks te doen, die koning. Dan denken ze, kom, we gaan maar stenen op elkaar leggen om een formatie te maken. De vraag is natuurlijk, waarom doen ze dat dan? Nou ja, wat de wetenschap zegt, ik heb toen ook in Afrika ook een boek gekregen van, de Pretoria, de universiteit daar. Ik ben de naam even kwijt van de onderzoekers. Maar die stellen dat was, die steencirkels, die waren bedoeld als cattle kraals. Zeg maar een schuur om je veeën op te beuren. En ik heb zoiets van, ja, als je dan een gimmick, ik kan me voorstellen, als je 400-500 jaar geleden terugleeft, dat het allemaal, ja, volgens de officiële geschiedenis, dat er allemaal niet veel was. Dan ga je niet stenen die gewoon eigenlijk één man al niet kan beuren, niet door vrouwen en kinderen gewoon zo verschrikkelijk grote steencirkels bouwen. Ook nog muren van soms wel 2-3 meter hoog. En dan zonder deuren. Wat willen ze dan? Elke avond de koeien eroverheen beuren? Dus wat de wetenschap zegt van... Dat houdt geen steek bij. Dat is gewoon onlogisch. Want de stenen zijn allemaal niet hetzelfde formaat. Nee, allemaal verschillende. Er zijn kleinere steentjes, groter. Maar er zijn echt stenen die... Nou ja, staat op de video, staat het ook wel bij, wat ook sta ik bij zo'n steen, nou die is echt een meter, ja die beuren wij met z'n tweeën niet op hoor. Ja. En dan als je een paar steencirkels, maar echt duizenden, over een lengte van 160 kilometer, dat is... Nou, kijk even, ik vind het niet zo, ja ik vind het ook wel spannend hoe en wat waarom, maar eigenlijk de vraag met name is van, waarom doet men dat? Dat is het meest belangrijke, want is het om in te wonen, dan moet je ook een dak bouwen. Je gaat niet alleen binnen een... He, dat heeft geen zin. En bovendien, waarom zoveel? Dus als nou één iemand de reden weet waarom men dat deed, he, en waarom men dan kennelijk verhuisde van de een en begon weer opnieuw, en dan weer naar de ander, of zitten we er helemaal naast, of heeft het een totaal andere functie? Ja, ik heb het vermoeden dat het niet door mensen gemaakt is. Maar ja, aan de andere kant, als je dan kijkt wat Johan Heijnen ontdekt heeft, die heeft zeg maar de steencirkels herontdekt, misschien wel leuk om te vertellen, want eigenlijk waren die steencirkels een beetje in de vergetenheid geraakt, en dat was een jaar of tien geleden, maar Johan Heijnen is daar zeg maar de hoofd van de Zuid-Afrikaanse brandweer,
En die heeft al, ook het, al die vliegtuigen en helikopters. En er was een gegeven moment een piloot neergestort. En dat was bij de Adams-kalender. En toen was hij aan het zoeken gegaan. En dan had hij een gegeven moment gezegd van, potverdikkie. Zo vanuit het vliegtuig weet je wel van al die steencirkels, wat is dat toch? En is hij mee bezig gegaan, de Adams-kalender uitgezocht. En wat blijkt nou, zoals de Adams-kalender en meerdere steencirkels, die liggen allemaal uitgelijnd op de equinoxen. Op de zonnewende, zeg maar. Dan heb ik zoiets van, ja, dan is het misschien toch weer mensenwerk. Snap je? Dus, ja, eigenlijk is er gewoon geen touw om vast te knopen. Als je zegt mensenwerk, dat lijkt me gewoon uitgesloten. Nou ja, kijk, ik ben bezig met informatie over dat de aarde de gigantische levensvormen heeft gekend in planten, bomen, dieren en mensen. En dat door verandering in de atmosferische druk en in de kwaliteit van de ether, dat alle levensvormen steeds kleiner worden. Nou, ik kan het ook uitleggen, maar dat is te veel voor nu. Maar, dus ik heb ook een tijdje meegekeken met je en als het dan niet door mensen, want ik zie het nut er niet van in om al die cirkels te bouwen, is het dan iets wat aan de oppervlakte is komen te liggen op het moment dat er, zeg maar, de gewone grond weg erodeert. Hè, dus je hebt die cirkels zitten bijvoorbeeld in de grond en op een gegeven moment spoelt het zand en modder weg en dan komen die cirkels ineens boven, dan is het alweer anders. En of zijn het dan misschien reuze mensen geweest of andere mensachtige entiteiten. Maar opnieuw ontbreekt continu de vraag van waarom doet men dat? Is het om in te wonen? Dat is het niet. Is het om vee in te houden? Dan kun je net zo goed een paar bomen neergooien. En het is natuurlijk makkelijker. En je zaagt de planken van, al dan niet, of hekken. Of, hè, als ik dan zet je een paar bomen in de grond en je vlecht er tak omheen. Dan heb je een veeschuurtje, zeg maar. Dus ja. Alleen, dat, ik heb... Ja, dat soort, wat jij zegt van hout, ik heb ze ook in de documentaire opgenomen. Die zag ik daar in Swaziland nog. Daar bouwen ze gewoon van oudsher al die om het vee te stoppen, gewoon van hout. Dus waarom zou je met loodzware stenen echt... En dan moet je eens nagaan, als je een gegeven moment uitrekent hoeveel een metselaar met gewoon normale metselstenen, hoeveel steen dat hij per uur, per dag kan verwerken. En dan moet je eens kijken, als je zo'n hele grote cirkel hebt, hoeveel stenen dat erin zitten. Het is niet te bevatten. Het is gewoon niet te bevatten. Zitten die stenen aan elkaar vast, Robert? Nee, het liggen allemaal los. Allemaal losgestapeld. Dus je kan in feite gewoon zo eigenlijk de hele boel omduwen. Dus dat heeft geen functie gehad om lang, zeg maar, te blijven staan. Er zit dus geen verbindingen of metsel of... Nee. Het is opstapelen van stenen in een bepaalde vorm. Ze zijn er heel veel gelijke vormen, formaties? Volgens mij is er geen één vorm dezelfde. Maar dat even, zeg ik even voorzichtig, ik heb ze natuurlijk niet allemaal bekeken. Ik heb wel op Google Earth, heb ik ook in de documentaire gedaan, het laatste, waar je zo'n beetje die hele map kunt zien. Maar ik denk dat er nog wel de helft aan steencirkels ligt die ik niet eens gespot heb. Maar volgens mij is er geen één dezelfde. Is er wel een rode draad te herkennen? Dat je zegt, er is altijd een grote buitenring en een paar binnenringen? Nee, ook niks. Er is geen zinnig woord van te zeggen. Ik heb dan, waar wij gewoond hebben, in Waterval boven. We konden ze vanuit huis uitzien. Als we het dorp uitrijden boven op de berg. Daar lagen ook die steencirkels. Maar er lagen gewoon ook soms paden van meters lang. En hebben ze iets van gewoon gestapelde stenen. Een muurtje van een halve meter hoog. En dat slingerde gewoon door het landschap. En dat liep dan helemaal ergens waarschijnlijk onder naar een beek of zo. Mogelijk verbonden met water. Kijk, wat jij net zegt met dat het misschien onder de grond heeft gelegen. Dat het misschien door water is vrijgekomen. Misschien is het andersom gebeurd. Ik denk dat we het over het algemeen wel eens kunnen zijn. Dat het begin rond 1800 die moddervloed is geweest wereldwijd. Dus ik heb zoiets van, dat was ook een van de onderzoeksdingen die ik wou doen in Afrika. Om een gegeven moment zo'n steen uit te graven. Wat zit er eigenlijk nog onder de grond? En hoe zit het onder de grond? Dat is nog niet gebeurd? Nee, dus eigenlijk aan onderzoek is er niks gebeurd. Ik had dat heel graag willen doen toen, maar ja, vanwege de traagheid liep het al een beetje tegen. Maar je zegt over een lengte van ongeveer 160 kilometer. Ja. En daarna stopt het? Nou, dan liggen er hier en daar nog wel wat verspreid en zo, maar
echt, het is echt eigenlijk een vrij lange strook van Oringstad tot Carolina. Dat is zeg maar rond een 160 kilometer. Daar liggen echt de meeste. Dus als mensen op Google Earth willen kijken en dan even intypen waterval boven. En dan ook zeggen, vergroot het beeld even. Echt, je ziet ze gewoon. Ze liggen er bij bosjes. Ik heb er rondgelopen. Echt, je struikelt erover. Het is gewoon niet voor te stellen. Zoveel. Nou, heb jij ook gezien dat het er een heleboel van die platte ronde stenen zijn? Allemaal verschillend. Allemaal verschillend? Ja. Ik heb dan wel die ene, zeg maar, de Sappy Stone Circle. Daar heeft Tellingen ook op internet wel eens wat mee gedaan. Dat zijn die, ik zal je even pakken? Ja. Dat zijn die zogenaamde ringstones, dat is de hornfels. Dat zijn vrij zwarte stenen, vrij massief. En die kunnen ook, zeg maar, nu hoor je het niet helemaal goed, maar... Maar dat effect krijg je natuurlijk ook als je een massief stuk ijzer hebt. Maar dit zijn ongeveer de stenen, de hornfels, die daar gevonden zijn. En in allerlei soorten, maten. Ook daar is geen pijl op te trekken. Het ligt er. Nou, het enige wat mij lijkt, en dan geef ik gewoon even mijn visie daarop. Moet je maar kijken of je er wat mee kan. Wat ik in mijn speeches vertel tegen mensen, dat alle steen op aarde is van organische oorsprong. Oftewel, alle steen op aarde, behalve vulkanisch gesteente, dat wil zeggen wat uit de vulkaan komt en dan stolt, en bakstenen, dingen die we zelf maken, dat kun je steen noemen. De rest is levend geweest als plant, boom, dier of mens. Het kan niet anders. Ook een rotsgebergte, ook rotsblokken, zelfs de kiezels hier achter in de tuin. Als ik ze oppak, dan zie ik wat het is geweest. Nou, in dat kader moet ik daaraan koppelen het gigantisme. Oftewel de enorme, enorme structuren en levensvormen die hier op aarde zijn geweest. En wat alles steeds kleiner en kleiner wordt. Dus dat betekent dat ik heb gezocht naar iets wat... Kijk, alles versteent. Dat heeft met water te maken en het aanbrengen van mineralen. Dus iets wat leeft dat verstikt, hè, wordt afgesneden van zuurstof, dan komt dat versteningsproces op gang. Dus de oplossing die ik heb gevonden, en ja, ik kan me niet voorstellen dat dit gebouwd is. Dat betekent dat eigenlijk dat die strook waar jij het over hebt, dat is in mijn optiek een soort massagraf geweest. Van levende zeeorganismen die daar zijn terechtgekomen en bedolven zijn, zeg maar, en vervolgens zijn versteend. En het mooiste voorbeeld, daar zijn, als je een plantencel pakt, kun je de thylakoïdes, ken je dat, thylakoïdes? Nou, dat zit in een plantencel en dat zijn exacte, mooie, ronde, platte schijven zijn het. En natuurlijk is dat minuscuul klein, maar je moet even voorstellen dat plantencellen een enorme omvang hadden. Hè? De helft van je huiskamer, dat was één plantencel. Dus dat betekent dat alles wat daar ook in zit, in zo'n cel, en die thylakoïdes, daar gaat het dan even om, dat zijn gewoon, je kan niet anders zeggen, van die ronde sjoerbrikken als het ware, maar dan heel groot. Nou ja, als dat versteent, hè, en dat zit in lagen, ja, dan krijg je waarschijnlijk die stenen. Je moet ze alleen, het enige wat nu nog gebeuren moet, is dat je ze plaatst in een organisme. Dus hetzij in een enorme plant of in een enorme zeedier. Hè. We hebben ooit s'avonds gekeken naar zo'n foto van zo'n zwam, hè, een echte zwam, waarin zie je in minuscule vorm, zie je die cirkels in de zwam zitten. Of in de kwal, hè, de kwal moet ik zeggen, dat zijn er. Dus op het moment dat sterft, want ik weet ook wat er in de Sahara is gebeurd, dus maar op het moment dat sterft en versteent, dan ligt het daar en je krijgt dus onregelmatige patronen. Daarom vroeg ik je net, zit er een regelmaat in? Want op het moment dat elke steencirkel een vierhoek met een driekant eraan, dan kun je zeggen, ja, dat is een beetje onnatuurlijk. Maar, dus ik heb het vermoeden dat die hele oppervlakte daar, van 160 kilometer strekkend, dat een kerkhof is van levende organismen.
En dan is alleen de truc van, ja, wat is het geweest? We moeten veel groter denken dan nu. Je kan ook zeggen, nou, misschien waren het wel gigantische garnalen. Want zo moet je eigenlijk denken, die op een gegeven moment afsterven, verstenen. En wat wij dan zien, zijn de restanten van wat daar ooit heeft geleefd. Maakt dat enig zin voor jou? Ja, daar ga ik wel in mee, absoluut. Maar ja, daar blijven natuurlijk nog weer een aantal vragen over. Want als jij zegt van, stel dat dit zeg maar een levend iets was geweest, en die ronding die blijft alleen zeg maar staan, dan zou je zeggen, al die cellen zeg maar van die ronding, die zou een beetje hetzelfde moeten zijn. Dus de stenen die ervan van zijn, die zouden misschien ook allemaal een beetje dezelfde vorm moeten zijn. Maar volgens mij is er geen enkele steen met dezelfde vorm. Het is allemaal verschillend. Maar is het verschillend omdat, zeg maar, als iemand dat stapelt, om dat bewust zo te doen? Ik heb geen idee. Ik probeer daar structuur in te krijgen en nou, grote stenen een beetje onder, kleine stenen een beetje boven. Ja, dat is ook niet het geval. Nee, precies. er is echt geen touw aan vast te knopen. Vandaar dat ik ook die documentaire gemaakt heb van ja, een beetje mijn visie. En ik denk net dat we toch naar de reuzen organismes of zo wat nog moeten. Maar ja, dan wat Johan Heijn ontdekt heeft, dat er gewoon steencirkels zijn uitgeleid op de equinoxen, op de zonnewende. Dat je precies vanuit het midden kunt kijken. Dat je naar de. Ja, groeit zoiets richting op de zonnewendes? Wacht even, Robert, één moment. Ik weet niet, de kijken mensen, maar. U kunt ook een vraag insturen. En dat zou leuk zijn als u even iets instuurt, want dan kunnen wij ook zien dat het werkt. Wij doen dit ook voor het eerst vanavond. En nou ja, dan, hè, als iemand van de luisteraar zegt van, hou, ik heb nog wel een vraag. Het moet wel een beetje hierover gaan, denk ik. Maar dan kunnen we even kijken of dat werkt. Of dat het misschien nog niet werkt. Dan moeten we daar ook nog even wat aan doen. En wat dat was juist de bedoeling, als u de documentaire had bekeken gisteren of vanochtend, dat u denkt van, ja, maar ik heb daar wel een opmerking over, of ik heb een vraag daarover, dan kunt u dat gewoon doen. Ook al heeft u niets, is het handig voor ons om even te kijken of het werkt. Ja, ik zie hier nog wel dat iemand zegt, vreemd dat er nog geen groot onderzoek naar gedaan is. Nee, echt groot onderzoek is er nog niet gedaan. Wat ik wel weet dat van tellingen, dat er wel een hele hoop steencirkels zijn opgemeten aan frequenties. En dat de Adams-kalender, daar zou geloof ik iets van een frequentie meetbaar zijn van 300 gigahertz. Dus echt enorm. En dat zou mogelijk uit de grond komen. Maar nog even wat anders. Toen ik Bart van Tongelo, toen hij kwam voor zijn documentaire opnemen. Toen kwam hij ook voor de eerste keer in die steencirkel. Hij voelde ook die energie. En die energie in steencirkels is ongeveer te vergelijken met energie in graancirkels. Ik heb het wel eens gehad in Ridderkerk. In 2002 geloof ik met een graancirkelmelding. De melder was toen uit Zutphen, die was met me meegereden, jongen. En als je zeg maar hier het staande graan had. Hij komt aanlopen, hij loopt hier, heeft nergens last van. Hij zet één stap in die graancirkel, krijgt een knallende pijn in zijn kop. Wordt beroerd. Ik zeg, nou, stap er maar weer uit. Hij stapt eruit en het is over. Ik wil niet zeggen dat gelijk in die steencirkels gebeurd is, maar soortgelijke dingen met bepaalde energieën zijn in die steencirkels ook voelbaar. Dat je gewoon een gevoel hebt van, wauw, opgeladen worden of doodmoe worden. Dus ik heb er ook leelijnen gemeten, wat ook in graancirkels terechtkomt, voortkomt. Dus als het dan iets enorms is geweest wat daar gestorven is, ja, dan zou je ook zeggen van, als het met een vloed of is het daar gestorven, dan zou het misschien in een dal moeten liggen, maar niet boven op een berg. Want er liggen gewoon steenstukken, liggen gewoon boven op een kale berg. Dus hoe je het ook benadert, hoe je het ook bekijkt, er is gewoon, ja, en daarom vind ik het ook zo jammer dat er eigenlijk nog nooit echt goed en gedegen onderzoek naar gedaan is. Want daar had ik ook wel zin aan. Wacht even, ik maak even een opmerking. Er worden ook enorme oesters gevonden. Oesters van 3,5 meter breed. Die wegen ongeveer zo'n 300 kilo per stuk. Maar die worden ook gevonden in de bergen. Maar dat wil dus, dat kan twee dingen betekenen. Of het water is heel hoog geweest. Of de bergen waren er nog niet op het moment. En die zijn later omhoog gekomen. En nemen dat mee. Ja, dus ook in Thailand, er liggen een paar versteende walvissen hoog in de bergen. En inderdaad, betekent dat twee dingen. Dus of de bergen komt later omhoog. Of het water is heel hoog. En zak vervolgens naar beneden. Ja, nog even een ander punt. Ik denk, ik weet niet of hoe heet het ook alweer? De Earth is een alien quarry. Ja, die ja. Ik vind dat in feite gesteld wordt dat de zeebodem de grote machine is afgegraven is. Dat klopt.
Nou ja, kijk, als je dan een gegeven op Google Earth de kustlijnen gaat bekijken van alle continenten, dan zie je, kan ik niks anders concluderen dat er waarschijnlijk toch die zeebodem is afgegraven of afgezogen met grote machines, wat dan ook, en het zand en het water daar ergens neergegooid is. Want je ziet overal langs de kustlijnen, zie je overal waar het water naar beneden gelopen is. Dat betekent dat er volgens mij vroeger nooit geen zeeën zijn geweest hier. Dat het uitgegraven is. Dan kom ik op het punt, dan zouden in feite die steencirkels zouden misschien met machines of wat dan ook daar neergegooid kunnen zijn. Misschien is het gewoon een dump van wat ze afgegraven hebben. Ik weet het niet. Het klopt wat je zegt, dat de aarde een afgegraven veld is. Er is hier gigantisch veel weggehaald op aarde. En daar is water voor gebruikt om de boel schoon te maken. Dat leg ik dan wel uit. Maar de cirkels liggen te mooi om als een dumpheap, of als een, zeg maar, voor afvalhoop, gekarakteriseerd te worden. Dus er zit een structuur in. En ja, dat is het juist net. Kijk, als het bij elkaar gegooid is, dan kun je zeggen, joh, er is afgegraven, hè, door enorme machines die wij niet kennen, hoor. Dat is voor onze kennis is dat, ligt dat daar buiten. Maar daarvoor zijn ze te mooi. Ja. Dus er zit een structuur in. En opnieuw de vraag helemaal in het begin. Hè, is het door mensen gemaakt? Is het door mensachtige entiteiten gemaakt? Of is het nog totaal iets anders? Maar opnieuw elke keer de vraag, waarom? Wat is de functie ervan? Als jij zegt van, joh, het had met energie te maken. Of met goud. Nou ja, er zijn wel veel steen. Ja, daar ga ik natuurlijk niet over dat 160 kilometer lengte spreken. Maar wat ik wel begrepen heb, dat in het gebied rondom Waterval Boven wel heel veel steencirkels liggen bij goudmijnen. Of de ingang naar goudmijnen. Dus mogelijk dat daar een connectie is. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is, trouwens, deze zwarte stenen, zeg maar, die Hornfels, als je ze door midden breekt, zijn ze van binnen echt knetterzwart. Ik ben toen ooit eens in Amerika geweest met een vriend van me. In de woestijn ben ik aan het goud zoeken geweest. En dat is niet gewoon aan een beekje, maar dat is gewoon, dan moet je in een, ga je gewoon in de woestijn in een droog stuk zoeken. En dan ga je kijken, zegt hij, Joel, die leidde me uit van, als je kijkt waar ooit vroeger het water gelopen heeft, dat kun je wel zien. En dan ga je, zeg maar, waar het water net naar beneden valt, daar ga je zoeken. En dan ga je graven. En dan zie je gimmick zwart zand. En als je zwart zand vindt, zegt hij, dan moet je kijken of je zwarte steentjes vindt. Want die zwarte steentjes zijn heel zwaar. Goud is ook zwaar. En als je dat vindt, is de kans dat je goud vindt heel groot. Deze stenen, die Hornfels, zijn knetterzwart. Mogelijk heeft dat iets met het goud te maken. Ik weet het niet. Ik probeer maar alles van alle kanten te belichten en te bekijken en te onderzoeken. Maar zoals ik al zei, er is geen touw om vast te knopen. Nou ja, jij kent Hassan Bodhi ook. En hij blijft maar plaatsen over, zeg maar, de aardemutaties, de vulkanen, de coderingen in elementen en dergelijke. Dus, alleen hij had mij ook gevraagd voor een show als dit, zeg maar dan in Frankrijk. En ik moet hem nog even daarop reageren. De ene kant heb ik zoiets van, nou ja, ik heb hier ook allerlei dingen te doen. Maar aan de andere kant, hij is wel de bron, ook voor mij, van heel veel fijne, mooie informatie over de aarde. Dus wat ik wel kan doen, is dat ik hem eens even contact, morgen of zo, van hoe hij daar tegenaan kijkt. En of hij misschien een oplossing heeft, wat dan die stenen cirkels zouden kunnen zijn. Ja, ik ben benieuwd of hij überhaupt met een oplossing kan komen. Nou, hij heeft me nog nooit teleurgesteld, moet ik zeggen, in al die jaren dat we elkaar kennen. Dus als ik ergens mee zat of zo, dan had hij een oplossing. En het resoneert als dat het klopt. Ja. Ik zou hem even dat kunnen voorleggen. Misschien vanavond nog wel even. En ja, zeggen, joh, wat is jouw visie op die steencirkels daar in Zuid-Afrika? Nou, over om 9 uur gaat de Engelse documentaire in première. Dus ik kan je even de link sturen. Dan kun je hem even doorsturen naar zo. Oh ja. Even kijken wat hij ervan vindt. Ik ben zeer benieuwd. Ja. Hey, maar ik had nog even een vraag. Want jij zegt, ik kon net wel een vraag zien. Maar volgens mij ben ik de host en ik zie helemaal niks aan maar misschien moet ik ergens anders kijken. Even kijken.
kijken. Zit je gelijk nu op mijn Facebookpagina te kijken? Ja, oh, okay. Daar staan de vragen. Waardoor zijn de metalen in de grond gekomen, vraagt Martin Kloosterman. Dat is een vraag voor jou, denk ik. Waardoor zijn metalen ontstaan in de grond gekomen? Nou, waarom zit de metalen... Ja, doe maar. In wezen is het zo dat alles verandert onder invloed van water en waterstof. Dus als je begint met de zaad, zeg maar, van een boom, dan gaat de boom niet uit de grond, hoor, want daar haalt hij alleen maar 0,05% aan water. Maar de boom manifesteert zichzelf uit licht en lucht en bouwt zichzelf helemaal op. Op een gegeven moment gaan de takken, zeg maar, vallen. Die vermolmen, worden eigenlijk aarde, hè, zo zou je dat kunnen noemen. En beginnen weer opnieuw. Maar als de boom op een gegeven moment doodgaat, en dan gaat ook de verstening bij een boom gaat door. Dus de boom verkristalliseert uiteindelijk. Dus die wordt ook steen en allerlei soorten steen, afhankelijk van wat er in de omgeving al zit. En ook de metalen, de metool, zoals Hassan dat noemt, die komen allemaal voort uit plantaardige opbouw. Alle metalen. De enige die daar, denk ik, van afwijkt, dat is mercury, dat is kwik, wat helemaal onder het aardse oppervlak zit. En toen jij net over die zwarte stenen begon, het enige wat gitzwart is, dat mercury, wat helemaal onderop de... Heb jij dat filmpje wel eens gezien van die James Cameron, die in zo'n kleine onderzeetje zit? En dan wil hij naar beneden en dan lijkt er een soort meer onder de oceaan te zitten. Dus hij duikt naar beneden, maar hij kan er niet doorheen. Hij stuit er elke keer vanaf. Het is net over een meer onder een oceaan zit. En dat is vloeibare kwik. En daar kom je inderdaad niet doorheen. Daar kun je een aanbeeld in gooien van de smid en nog blijft dat gewoon drijven. Ja. Dus ik zal ook deze vraag, want daar moet dan wel wat van Martin Kloosterman, ik ken hem, die moet ik ook maar eens even voorleggen aan Hassan. Hoe hij, want hij weet het wel. En ik heb het ook wel in mijn files staan, hoor. Ik heb alles wat hij publiceert, dat sla ik op. Alles in de Franse taal en ik breng dat onder in een aantal rubrieken. Maar goed, inmiddels is dat misschien wel 300 pagina's, maar wat aan informatie. En dat ontbreekt me elke keer, omdat dat helemaal... Elke keer weer opnieuw, best ingewikkeld om dat opnieuw te doen. Maar ik zal hem dat ook eens even voorleggen, hoe we eigenlijk aan die metalen komen. Maar sta er niet gek te kijken als hij 2 uur aan het woord is, om in het Frans, om alles uit te leggen hoe dat dan allemaal precies kan. Je had het net over kwik, hè? Tijdje geleden ben ik iets... Ja, ik ben nog niet verder ingedoken, maar ik zat Martin Lütke te kijken. Ja. En die had het over red mercury, ken je dat? Rode kwik. Ik heb het toen voorbij zien komen. Ik ben er niet mee bezig. Maar het blijkt zo te zijn dat als je die red mercury hebt, die reflecteert niet in de spiegel. Dus gewone kwik, dat zou je in de spiegel kunnen zien. Maar die rode kwik, dat zou niet in de spiegel reflecteren. Ik had zoiets van... Ja. Omdat je het over kwik had. Een banaan, die is geel, omdat eigenlijk alle andere kleuren, dat stoot hij af. Dus geel is eigenlijk de kleur die hij niet leuk vindt, maar alle andere kleuren, zeg maar, die heeft de banaan niet. En daarom blijft hij uiteindelijk geel. Dat vind ik wel interessant. Ik wist het niet, dat hij niet spiegelt. Dat betekent dus dat hij niet licht reflecteert. He, want iets wat computer geeft licht, het is weer kaatst licht in ons oog, wat hem zwart maakt. Zeg maar. Rode kwik zou dus niet spiegelen. Nou. Ja, Martin Lütke, die ken denk ik wel, die had het een tijdje geleden over. Ik vind hem soms wel eens wat langdradig, maar af en toe dan kijk ik wel. Ja. Okay. Nou, ik zet er een vraagtikketje bij. Dat is ook alweer even interessant om... Als er nog vragen zijn van de mensen... Tenminste, het liefst over die steencirkels. Want dan we moeten proberen... Kijk, het zou mooi zijn als wij hier in Nederland uiteindelijk een oplossing gaan aandragen hoe dat zo is gekomen.
Ja, dan... Ik probeer al 6 jaar. Ja, nee, dat snap ik. Nee, maar dan moet je wat visies bundelen. Ik kom dan een beetje uit die organische dingen en zo. Maar goed, jij bent er geweest. Jij hebt ze gezien. Je hebt er ingelopen. Je kan zeggen, joh, maar dat heeft ook... Het heeft ook een energetische waarde om daar in zo'n cirkel te zijn. Ik heb zelfs samen met Johan Heijnen nog in zijn oude Vietnam-helikopter met een aantal mensen, ook bij Bad voor Tongelo, toen zo een rondvlucht gemaakt van een uurtje. Nou, het is echt gewoon... het is te filmen, maar het is niet te filmen. het is zoveel, het is echt onvoorstelbaar. Het is, ja... Nogmaals, is geen touw aan vast te knopen. Dus als er iemand met oplossing of wat dan ook, of mensen ideeën hebben, graag wees welkom. Ja, dat lijkt me een mooie oproep. Ja. Dat mensen dit, die zelf ook eens nieuwsgierig raken en zeggen van ja, maar goed, we moeten toch een oplossing kunnen bieden voor wat het eigenlijk is. Ja. Maar ik denk toch wel dat we het in het reuze gebeuren richting in die kant moeten gaan zoeken, zeg maar. Dat mensenwerk, nou, dat lijkt me... Stel dat de mensen een meter of 6, 7 of 10 meter groot waren... en die steentjes gewoon als kiezelsteentjes oppakken en gaan stapelen. Ja, dan nog, waarom zou je duizenden van die dingen maken? Als daar een gimmick misschien voor technologisch, voor energie of wat nog gemaakt zou kunnen worden... Als je een gimmick dat kunt bedenken, kun je volgens mij ook wel iets anders bedenken om energie op te wekken. Dus dan... Ja... Van welke hoektijd ook benaderd, je loopt iedere keer vast. Heb jij ooit materialen gevonden om dingen te vervoeren? Die stenen moeten dan ook allemaal liggen. Je gaat ze niet van heinde ver halen om te doen. Nou, dus ik dacht in eerste instantie op basis van wat tellingen toeverkondigd, dat die stenen onder bij een rivier gehaald werden of dit of dat. Maar ik heb daar in die bossen ook flink rondgestruind. Nou, ze liggen er gewoon voor het oprapen. En die stenen, zeg maar, die met die vreemde vormen, die ik in de docu opgenomen, ja, die liggen er gewoon bij bosjes. Je struikelt erover. Want die bossen, er zijn ook heel veel... ik heb de Sappy Stone Circle, heb ik dan wel benoemd. Dat is een van de bekendste. Maar er zijn ook heel veel... het is eigenlijk daar een gebied van de... Hoe heet dat? Van de houtkap, zeg maar. Houtindustrie. Ik ben de naam even kwijt van het bedrijf. Maar er wordt dus gewoon, zijn in het verleden gewoon echt hectares, kilometers land is gewoon met steencirkelkanaal gewoon allemaal met grote bulldozers pad geschoven. En dat zie je in de bossen ook, want je ziet daar in die bossen gewoon echt, je struikelt over de stenen. Groot, klein, allerlei soorten, allerlei maten, allerlei vormen. Het barst er gewoon van. Dus, Heb jij cactussen gezien? Wat heb ik gezien? Cactussen? Nee, daar volgens mij niet. Nee, dat was op Tenerife volgens mij. Nee, daar niet. Nee. Want? Nou ja, ik heb cactussen gezien, die zijn gewoon groen. Alleen de onderste, die groeit zo, zeg maar. Maar die was al helemaal helemaal hout geworden. Dus de cactus is groen, hè, maar hoe bovenaan, hoe lichtgroener. Daarna wordt hij donkergroen en onderaan begon hij al oud te worden. Net als wat een boom natuurlijk doet. Als je dan nog verder gaat, dan wordt het weer steen. Hè, dus als het nog ouder wordt, zeg maar, dan groeit hij als het ware als steen uit de grond. Dan wordt het hout en dan wordt het groen en dan op die manier. Maar goed, op het moment dat sterft, zeg maar, ja, dan versteent het ook. En dat zou een verklaring deels kunnen zijn waarom die stenen in die vorm daar, in die mooie ronde vormen steeds liggen. Ja, het is ook zijn ook geen ronde vormen. Het is niet dat je zegt van, dit is rond. En zo ligt die steencirkel niet. Maar het zijn echt gewoon met hoekjes, met dingetjes. En er is ook geen ene hetzelfde. Dus ja, doe maar. De raadsels worden alleen maar groter. Ja, ik zie hier nog een vraag van iemand van Marianne van Helden. Zou het net zoiets kunnen zijn als die tekening op de berg in Zuid-Amerika? Ik denk dat ze Nazca bedoelt. Ja, het Nazca, dat is ook alweer zoiets, ja. Ook al zo'n vreemd fenomeen. Ik weet ook niet wat ik daarvan denken moet. Ja, maar opnieuw is de vraag dan waarom? Ik schakel even over naar even kijken, hoor. Waarom zou men om een buitenaardse... partij in te lichten of iets te laten zien? Is dat dan de bedoeling? Nou ja, ik...
Ik heb misschien wel een kleine een oplossing. Maar ik weet niet of de mensen dat leuk zullen vinden. Kijk, dan zul je, zoals ik, zover ik kan concluderen, zitten wij helemaal in een kunstmatige realiteit. Ja. In de Matrix. Nou, ik heb er in 2012 een artikel over geschreven, De Macht van de Matrix, en het werd mij niet in dank afgenomen door velen, omdat ik daarin gesteld heb dat in feite alles wat buiten ons bevindt, dus ook de steencirkels, de graancirkels, Nazca, noem alles maar op, in feite bezigheidstherapie is voor een ontwakende geest. Ga daar maar mee bezig, dan ben je niet met jezelf bezig. Net zoals in de Matrix hebben ze een gimmick, Neo met haar team zit een gimmick in een gebouw. En een gimmick dat gebouw, Neo ziet die kat langs lopen, meeuw, zegt die kat. En hij doet nog, meeuw, komt dezelfde kat weer langs. Dan zegt hij, wat is dat dan? Morpheus had zoiets van, dat is dan een reset in de Matrix. Dus Ctrl-Alt-Delete, de Matrix overschrijft het bestaande programma. En opeens waren alle uitgangen in dat gebouw waren dichtgemetseld. Of als het nog nooit anders was geweest. Zo kan ik me misschien voorstellen dat een gegeven moment het programma zegt er één keer van, hé, hey, klik, Zuid-Afrikaanse steencirkels. Wauw, de halve wereld, inclusief ondergetekende, die valt er overheen. En die heeft zoiets van, ik wil daarmee bezig. Dus het zou een bezigheidstherapie van de Matrix kunnen zijn. Nou ja, dan hebben ze nu al meer dan een half uur succes geboekt. Ja, dat bedoel ik. Nou ja, het zou kunnen. Maar aan de andere kant, ja, het kan natuurlijk ook. Het zijn wat wij vermoeden, dat het dat reuzendieren zijn geweest. Maar ja, dan nog. Dus ja, ik vind het moeilijk. Nou ja, juist ook omdat alleen die stenen overblijven. Op het moment dat je ook allerlei schedels ziet en allemaal weet ik wat, dan is het al wat meer verklaarbaar. Maar je ziet alleen stenen die in een mooie formatie liggen. Niet allemaal gelijk, hè, dat komt er dus nog bij. Dus ja, dat zou betekenen dat het bijna toeval is, zoals ze uiteindelijk gaan ontstaan. En dat maakt het zoeken naar een logische verklaring alleen nog maar wat lastiger. Nou ja. Ja, ik zag hier nog iemand die vroeg of er meer van deze stenen waren op aarde. Nou, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat er over de hele aarde steencirkels verspreid zijn. Dat wel, maar deze stenen, dat weet ik zo niet. Je bedoelt deze steensoort of deze... Ja, die vraag is alweer weg. Vroeg iemand, geloof ik, of er op deze stenen over de aarde, of meer op de aarde voorkomen. Dat weet ik zo niet. Steencirkels wel. Maar dit, nee. Nou, dan vind je een keer één steencirkel. Zoals die fake Stonehenge, zeg maar. Dat mag je dan ook een steencirkel noemen. Maar ja, goed, die is natuurlijk niet echt. Je hebt in... Was het niet Karnak in Bretagne of zo? Daar ben ik ook wel eens geweest. Met al die rijen. Sorry? Met al die rijen stenen. Ja, nou ja, maar goed. Dan kun je zeggen, ja, is dat dan... heeft Asterix en Obelix of zo dat gedaan, weet je wel? Om daar al die menheers neer te zetten. Ja, het zou ook kunnen. En een steen geeft wel energie trouwens. Dat is als het een versteend organisch materiaal is. En dat is in mijn optiek. Hè, dus alle steen is versteend organisch materiaal. Dan heeft het ook een frequentie. Dus grote stenen kunnen zeker energie hebben, zeg maar. Dat mag geen probleem zijn. Ja. Stenen hebben een genezende werking. Ook dat zelfs. Dat zelfs, ja. Ja. Nee hoor, ik ga even een paar vragen afzenden naar Zuid-Frankrijk. En misschien dat Hassan met de verlossende oplossing komt. Hoe ze zijn ontstaan en eventueel dan ook de functie ervan. En ja, misschien komt daar iets heel verrassends uit. En ik zal hem nog even vragen naar die rode kwik, waarom dat dan zogenaamd niet spiegelt. En inderdaad iets te vertellen even over het proces van metalen. Misschien heeft hij daar wel wat documentatie van. En dan kan hij dat naar mij sturen, dan vertaal ik het wel weer. En dan neem ik het wel op in de vertelselen, zeg maar. Ja. Nou, laten we dat zo doen, joh. Dan, prima. He, dan hebben we toch voor eerst dit zo even gedaan, als het allemaal werkt. Volgens mij is dit ook in de herhaling toch te zien, of niet? Hoe werkt dat? Kan dat ook? Nou, vast wel, toch? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Nou, goed zo. Laten we het hopen. Ja, sowieso. Nou, als er nog meer vragen zijn van de mensen, neemt u even contact op met Robert Boerman.
En ondertussen zal ik ook even wat onderzoek doen om erachter te komen of we wat goede antwoorden kunnen geven op dit fenomeen van de Zuid-Afrikaanse steencirkels. Nou, ik wens u allemaal nog een goede avond, Robert ook, en tot een volgende keer. Goed zo, doei. Bye.